En wanneer mensen dus een dierbare hebben verloren, vinden ze het moeilijk om daarmee om te gaan. Ook wat mensen ook zich wel eens afvragen natuurlijk, is hoe ga je zelf met je eigen vergankelijkheid om? Die vraag kom ik iets minder tegen. Dat wil zeggen, mensen stellen me minder snel. Maar ook, hoe ga je om met je eigen vergankelijkheid speelt natuurlijk wel steeds meer een rol voor mensen die al wat ouder zijn. Voordat we beginnen, zou ik eerst het klassieke verhaal willen vertellen, dat eigenlijk heel goed de boeddhistische houding illustreert met betrekking tot de dood en vergankelijkheid. En dit verhaal is zo bekend dat heel veel mensen het kennen, ondanks dat ze vaak niet weten dat het van boeddhistische oorsprong is. Het is het verhaal van Kisakotami. En misschien dat er iemand dit plaatje ziet en dan dat er wat belletjes gaan rinkelen. Maar het zou kunnen van niet. Kisakotami was een jonge vrouw. En zoals in het oude India vaak zo was, hadden vrouwen best wel zwaar. En die werden niet altijd serieus genomen. Dus wat zij, dus in feite wat je zag is dat een vrouw pas serieus werd genomen op het moment dat ze moeder werd. En op dat moment dan was in feite de moeder die werd gerespecteerd meer dan de vrouw die nog geen kinderen had. En Kisakotami was iemand die heel erg, die dus in diezelfde situatie zat. Dat ze in haar familie, waarin zij dus was getrouwd, dat ze niet altijd heel erg werd gerespecteerd, hè, de familie van haar man. En dus dat ze daar best wel mee worstelde. En ook wat ook nog daarbij kwam, is dat ze gewoon heel graag een kind wilde hebben. Dus toen ze eenmaal moeder was, toen ze eenmaal had, een kind had, een kind had gekregen. Toen was ze dus heel erg verdrietig toen dat kind uiteindelijk dood door een ongeval of door iets anders, dat weten we niet precies, het wordt niet vermeld in het verhaal, ging het kind dood. En Kisakotami was daar heel erg overstuur over. Want ze hield heel erg van haar kind. En ze was daardoor heel erg geschokt. En geschrokken en getraumatiseerd. Zodanig dat ze eigenlijk een beetje van stuk was. En eigenlijk een beetje, de dingen een beetje, als het ware, niet helemaal goed in haar vel zat. Niet helemaal de dingen meer zag zoals ze waren. En wat ze vervolgens deed, ze pakte haar kind op, of wat stoffelijk overschot van haar kind. En ze nam het kind overal naartoe en ze vroeg of er misschien ergens een medicijnman of een sjamaan of een andere wijze man was, of een andere wijze vrouw of iemand was die haar kon helpen om het kind weer opnieuw tot leven te brengen. En ze dacht, als ik maar lang genoeg zoek, dan kan ik vast wel iemand vinden die mijn kind weer tot leven kan wekken. Dus dat deed zij. Ze ging overal naartoe. En ze ging overal zoeken met het kind in haar armen. En dat is natuurlijk niet lang vol te houden, zoiets. Maar gelukkig, heel veel mensen die moesten er een beetje om aan lachen. Maar er was gelukkig één wijs iemand. En die zei tegen haar: er is wel iemand die jou kan helpen. En dat is een hele wijze man. En die is een monnik. En die kan jou helpen. En toen ging zij dus hem opzoeken. En die wijze man, die was de Boeddha. En de Boeddha, die zag, ze legde haar probleem aan hem uit. En hij zei tegen haar: als je je probleem
wil oplossen, dan moet je een mosterdzaadje zoeken. Een mosterdzaadje, dat is een soort eenvoudig ingrediënt van de Indiaanse keuken, wat heel makkelijk gevonden kan worden. Mosterdzaadje uit een, maar het is wel één voorwaarde. Het mosterdzaadje moet komen uit de keuken van een huis waar nooit iemand is gestorven. Uit de keuken van een huis waar nooit iemand is gestorven. En vervolgens ging zij dus proberen dat ingrediënt te zoeken. Ze dacht, als ik dat ingrediënt heb gevonden, dan kan de Boeddha, die kan mijn kind weer opnieuw door een magische formule tot leven wekken. En dus wat ze deed, is ze ging naar het ene en het andere huis. En ja, het is net zoals dat je tegenwoordig misschien bij iemand suiker of zout zou willen vragen. Zo vroeg ze eigenlijk om iets heel eenvoudigs, namelijk een mosterdzaadje. En, maar wat bleek, telkens als ze dus ergens aanklopte en ze vroeg om een mosterdzaadje, zeiden ze natuurlijk, ja natuurlijk, een mosterdzaadje hebben we wel. Maar dan was er altijd de tweede vraag, is er iemand in dit huis die is overleden? En het woord dit huis in de oude Indiaanse situatie betekent wel een hele grote familie. Dus er was altijd wel iemand overleden. Dus er was misschien een grootouder, misschien een ouder, misschien een kind dat al vanaf de geboorte was overleden. In die tijd was het natuurlijk heel gebruikelijk dat kinderen nog dood gingen wanneer ze werden geboren, omdat ja, er was niet dezelfde soort van hygiëne als nu. En dezelfde kennis over hoe je een kind ter wereld brengt. Dus met andere woorden, overal waar ze aanklopten, zeiden ze hetzelfde, namelijk, er was al iemand overleden in dat huis. En toen zei ze, ja, dan kan ik geen mosterdzaadje van jullie ontvangen. Overal waar ze aanklopte, was er wel iemand die ooit dat was doodgegaan. En uiteindelijk begreep ze dat vergankelijkheid in het hele leven iedereen overkomt. En dat de dood is iets wat iedereen uiteindelijk moet tegenkomen. En dus met die wijsheid, met dat inzicht, kwam ze als het ware uit haar roes. En wist ze, als het ware, werd ze als het ware ontnuchterd. En wist ze uiteindelijk haar kind los te laten. En ze wist uiteindelijk haar kind los te laten. En ze ging weer terug naar de Boeddha. En de Boeddha zei, heb je probleem opgelost? En ze zei, of heb je een mosterdzaadje gevonden? En toen zei zij, dit is niet meer nodig. En uiteindelijk werd zij een non. En werd ze uiteindelijk bereikt, dus ook de verlichting. Dus dit verhaal illustreert een heel oud principe, namelijk dat de dood in iedereens leven voorkomt. Er is niemand die de dood kan ontwijken. In de boeddhistische teksten wordt de dood omschreven als wegvallen, heen gaan, breken, verdwijnen. Sterven in de dood, dat wil zeggen dat, dat je als het ware, ja, dat er altijd wel een keertje een einde moet zijn aan ons leven. Aan zijn einde komen, het uiteenvallen van de geledingen, van de persoonlijkheid. Dat is een beetje een technische omschrijving. En het afwerpen van het lichaam. Dit zijn zo wat woorden die worden gebruikt in de boeddhistische teksten. En zo heb je in het Nederlands ook wel heel veel woorden, heel veel mooie woorden om het te omschrijven en soms ook een beetje te bedekken. De dood in het boeddhisme is misschien wel, wordt misschien wel anders bekeken als we in onze, ja, in onze joods-christelijke westerse cultuur ernaar kijken. Volgens het boeddhisme is de dood enkel het beëindigen van een fase in de kringloop van wedergeboorte. We zijn allemaal al verschillende keren geboren en ook overleden. En we zullen ook in de toekomst nog heel veel keren worden geboren en weer opnieuw overlijden.
Dus iedereen is wel eens een keertje de dood tegengekomen. En er is niemand die nooit al eerder is doodgegaan, volgens het boeddhisme dan. Hè? Dit is natuurlijk een manier van kijken die ons een beetje vreemd is in het Westen. Zo. Maar het is, maakt wel, het geeft je wel een ander perspectief op de dood. Namelijk dat het eigenlijk iets is wat we al heel vaak al hebben meegemaakt. En sommige mensen vragen zich af, als je het hebt over dat je opnieuw wordt herboren, een wedergeboorte, betekent dat dan dat we een soort onsterfelijke ziel hebben? Dat is een vraag waarop de Boeddha dus nooit antwoordde, want hij vond dat niet een nuttige filosofische vraag. Maar wat hij in het boeddhisme, wat dus wel heel belangrijk is, is het idee dat we altijd veranderen. Dus als je terugkijkt naar je eigen jeugd, dan denk je van ja, dat ben ik niet helemaal, maar dat ben ik toch. Ja? Als je terugkijkt naar hoe je was als kind, dan identificeer je daar niet helemaal mee. Maar aan de andere kant ben je wel. En zo kun je dus ook je volgende leven ook zo zien. Het is niet echt jij, maar het is ook weer niet een ander. Dus op die manier is in feite, kijken we in het boeddhisme naar de dood wel als een soort van tussenfase. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee als het ware de dood wordt verzacht. Het wordt in het boeddhisme wel gezien als best wel een moeilijke iets om mee om te gaan. En ook, ik bedoel, als toch een vorm van lijden, dat we toch ja, iedereen moet meemaken. En de dood in het boeddhisme komt ook een beetje, wat ook wel een heel belangrijk idee is, wat daaraan verbonden is, is de fragiliteit of de breekbaarheid van het leven. En hoe eigenlijk de sterfelijkheid en de dood eigenlijk heel erg snel in ons leven en onvoorspelbaar kunnen optreden. Een Nederlands spreekwoord zegt dat we kennen de lengte van onze vinger, maar we kennen niet de lengte van onze dagen. En in boeddhisme vind je dat ook dus heel duidelijk terug. Er zijn ook een aantal metaforen of symbolen die de Boeddha gebruikte om aan te geven dat het boeddhisme, dat de dood heel onvoorspelbaar is en niet echt een duidelijk voorteken heeft. Bijvoorbeeld hij zei dat de dood een dauwdruppel is op een gaspriet. Zo vergankelijk en fragiel is het leven. Dus net als een gaspriet, daar kun je die dauwdruppel, die kan er zo heel makkelijk van afvallen. Zo is ook het leven als mens. Menselijk leven is heel fragiel. Een bel in een regenplas is een andere vergelijking die hij gebruikte. Of een regel geschreven in het water. Een rivier die van een bergtop stroomt, dat wil zeggen dat je in feite een onvermijdelijke trend is dat je op een gegeven moment ouder wordt en dat je aan het einde van je leven komt. De laatste drie zijn een beetje extreem, maar het is wel duidelijk. Spuug dat gemakkelijk uitgespuugd wordt, als het ware. Niet, wil niet zeggen dat het leven niet waardevol is, maar dat wil zeggen dat je het gewoon, als het ware, heel gemakkelijk loslaat in feite. Dat het heel gemakkelijk uit elkaar valt. Dat wordt daarmee bedoeld. Een stuk gebakken vlees en een koe die naar een slachthuis wordt gebracht, is een beetje hetzelfde idee. Dat we eigenlijk allemaal op een dag de dood tegemoet moeten zien. Ja. Maar wat moeten we nou met de dood in ons dagelijks leven? Is het nou iets waar we nou bang voor moeten zijn? Of moeten we het als iets positiefs omschrijven? Het is in feite, in het boeddhisme wordt de dood omschreven als een boodschap. En het woord wat wordt gebruikt in de oude taal van het Pali is dutta. Dutta wil zeggen een boodschapper of een afgezant. En zo heeft de Boeddha dus ook de dood omschreven. Hij omschreef het als een soort afgezant of een boodschapper die uit de hemel komt. Dit is een symbool, hè? Dit is niet dat hij dat letterlijk zo uitlegde, maar meer als een soort symbolische omschrijving.
Dus hij zei van ja, de dood is eigenlijk een hemelse boodschapper die ons herinnert aan de waarde van het menselijk bestaan. Dus in feite, dus het woord Devadutta, of de hemelse boodschapper, is een soort synoniem van de dood in het boeddhisme. En de andere twee, die daar vaak mee samengaan en die in één adem worden genoemd in veel teksten, zijn ouderdom en ziekte. En ouderdom en ziekte herinneren ons in feite ons aan onze toekomstige dood. Die zijn als het ware, je zou ze ook kunnen zien als een soort van boodschappers of leraren die ons als het ware iets kunnen vertellen over onze toekomst. Namelijk dat we allemaal op een dag de vergankelijkheid en de breekbaarheid van ons eigen lichaam moeten onderkennen. Maar er zit natuurlijk ook een positieve kant aan in die zin dat als we door de hemelse boodschappen, als we die tegenkomen, hè, en daarmee kun je ook zeggen bijvoorbeeld iemand in je omgeving overlijdt, of als je op televisie... Gezondheid. Als je iemand ziet op televisie die is overleden, ik noem maar wat, maar meestal is het wat het meest vaak ons raakt, en die mensen die ons dierbaar zijn. Als die overlijden, dan is het als het ware dat we ook in feite op die manier ook die hemelse boodschapper in ons leven tegenkomen. Dus in feite worden we daarmee als het ware herinnerd ook aan de vergankelijkheid, maar ook aan de waarde van het menselijk leven. We zijn allemaal in staat op elk moment van dit menselijk leven zo goed mogelijk te benutten. Maar we weten niet precies wanneer we ons menselijk leven ophoudt. Maar wanneer we zeg maar in aanraking komen met zo'n hemelse boodschapper, dan hebben we als het ware de mogelijkheid om stil te staan bij de tijd die we hebben. Je hoort wel eens het verhaal van mensen die volgens de dokter nog maar 3 maanden of nog maar een maand te leven hebben, en die vervolgens allemaal dingen gaan doen die ze nog nooit eerder hebben gedaan. En dan denk je wel eens van ja, wat zou ik doen als ik dat wist? Hè? Als de dokter tegen mij zei, je hebt nog een maand te leven, wat zou je dan doen? En dan de tweede vraag die eigenlijk nog moeilijker is, waarom doe je dat nu niet dan? En dan heb ik het niet meteen over dat je een wereldreis of zo moet per se maken in je leven. Maar meer over het feit dat er gewoon heel veel mooie dingen zijn en goede dingen. En ook belangrijke dingen die we wel eens uitstellen in ons leven. Dus er zijn best wel veel dingen waar je wel eens bij stilstaat. Van kan ik het wel of zal ik het wel? En dat kan ook zijn iemand die je eigenlijk al een lange tijd geen contact meer hebt en die je eigenlijk wel contact mee zou moeten zoeken. Of mensen met wie je wel contact hebt, maar niet zoveel als het eigenlijk zou moeten. Al die dingen die je denkt van nou, die stel ik eigenlijk voortdurend uit. En dan denk je van ja, als je dan bewuster zou zijn van je eigen vergankelijkheid, dan ga je daar misschien anders mee om. En daarmee is de dood dus eigenlijk een boodschapper, volgens het boeddhisme. En dat idee van de dood is een boodschapper gaat ook samen met het idee van wat we ook wel noemen appamata. En appamata betekent als het ware een zekere bezinning in het leven hebben, een bewust te zijn dat het leven kostbaar is en dat we proberen zoveel mogelijk goed te doen in ons leven. En dat is ook daarmee verbonden met dat idee. Moeten we daarmee bang zijn voor de dood? In feite, ondanks dat de Boeddha de dood omschreef als een van de vormen van lijden. Hè? Misschien heb je wel eens gehoord van de 4 edele waarheden of de 4 nobele waarheden. Wat wordt wel gezien als een van de meest fundamentele boeddhistische leerstellingen.
In feite wat de vier edele waarheden ook onder andere zegt, is dat de dood een vorm van lijden is. Maar dat wil niet zeggen dat we er allemaal bang voor moeten zijn. En er is één leerreden die de Boeddha geeft, waarin hij uitlegt dat er vier soorten mensen zijn in de wereld die de dood niet vrezen. En dat, dat omschrijft hij dus als iets positiefs. En ik denk dat altijd wel, ik vind het altijd wel een interessant lijstje. Er zijn in boeddhisme heel veel lijstjes. Als ik deze lezingen wat vaker, of als je wat vaker naar lezingen luistert over boeddhisme, zal je wel verschillende lijstjes zijn tegengekomen. Dat is gewoon omdat het boeddhisme, een groot deel van het boeddhisme is mondeling overgedragen. Dus vandaar dat al die lijstjes zijn natuurlijk gewoon makkelijk te onthouden. En dat is vandaar dat het boeddhisme heel veel lijstjes kent. En ja, de dood niet vrezen. Er zijn dus vier manieren om dat te leren, zegt de Boeddha in feite. De eerste is vrij van begeerte naar zintuigelijke genoegens. Daarmee wordt niet zozeer bedoeld dat je niet mag verlangen naar een lekker ontbijt of een mooie wandeling in het bos of zo. Maar meer dat met zintuigelijke genoegens wordt in boeddhisme vaak heel veel bedoeld. En dat gaat eigenlijk meer over het hele materiële leven. Het hele, ja, alles wat verbonden is aan het gelukkig worden op een oppervlakkige en materiële manier. Huisje, boompje, beestje, je wil een heel mooi huis en je wil het liefst ook de partner die echt helemaal super is voor jou. En je wil ook alles zo goed mogelijk hebben. En alles moet ook nog eens perfect zijn. Ja, en je moet alles, ja, het is een beetje het idee van heel erg nastreven van perfectie in de wereld om je heen. En hoe meer je dat doet in feite, hoe meer je eigenlijk vasthoudt aan allerlei dingen die je in feite nooit echt werkelijk kunt houden. Je kunt het leven ook wel zien als bruikleen in die zin. Alle dingen in ons leven hebben we in feite in bruikleen, omdat we ze nooit kunnen meenemen als we doodgaan. En zelfs ons eigen lichaam. Het is als het ware alsof ons lichaam, alsof we dat, dat is, ons lichaam is gemaakt uit stoffen die je gewoon terugvindt, ook in de aarde en in het hele biologische wereld om ons heen. En in feite hebben we gewoon in die zin een stukje aarde in bruikleen. En dat is ons eigen lichaam. En uiteindelijk geven we dat weer terug. En in die zin is dus ook het vasthouden aan je eigen lichaam, is dus ook een reden waarom mensen de dood vrezen. Dus hoe meer we vasthouden aan die twee dingen, hoe meer we eigenlijk bang zijn voor de dood. Dus in feite kunnen we ook wel leren in die zin, om beter om te gaan met de dood, door ook anders te leven. Heel veel wijze mensen hebben ook gewezen op de verbinding tussen hoe we omgaan met het leven en hoe we omgaan met de dood. En als we leren op een manier te leven dat de dood altijd een rol heeft in ons leven, dat we dat niet ontkennen, dan is het ook als het ware makkelijker om ermee om te gaan. De derde is misschien een beetje verwarrend. Het laten van het onheilzame en het doen van het heilzame. Heilzaam en onheilzaam, dat is in het boeddhisme, zijn dat een soort synoniemen van goed en slecht. Met andere woorden, als je iets doet wat goed is voor jezelf en voor anderen, wat jezelf en anderen gelukkig maakt, gebaseerd op goede eigenschappen zoals wijsheid, compassie, en ook vrijgevigheid en dergelijke, dan noemen we dat heilzaam. Soms gebruiken ze ook wel andere vertalingen, maar dit is de meest gebruikelijke, denk ik. En dus als je aan de andere kant je daden baseert, je handelt vanuit
het willen hebben op een manier dat je niet gelukkig maakt, haat of verwarring, al die zaken leiden tot ongeluk, tot lijden voor jezelf en anderen, en dat noemen we onheilzaam. Wat de Boeddha in feite hier zegt, is dat als we veel goede daden in ons leven hebben gedaan, en we hebben geprobeerd om geen verkeerde dingen te doen, dat we als het ware zekere vreugde hebben als we terugkijken over ons leven. En in die zin zijn we ook niet bang voor de dood, omdat in feite we het gevoel hebben, we gaan met een heleboel positieve dingen dit leven verlaten. En het interessante is dat in deze leerrede de Boeddha niet spreekt meteen over een hinamaas. Terwijl het boeddhisme wel wordt gesproken over een hinamaas, of een wereld na de dood. En ook verschillende werelden waar je kunt herboren worden. Maar daar zal ik vandaag niet meteen over gaan vertellen, want het wordt te veel. Maar wat de Boeddha hier in feite zegt is, of je nu gelooft daarin of niet, het is sowieso iets wat je helpt de dood niet te vrezen. Dus dat staat er letterlijk in die tekst. Dat vind ik wel mooi om ook te zien dat die tekst echt is geschreven, of dat die leerrede is gegeven. Ook voor die mensen die misschien niet geloven in hun leven na de dood. En de laatste is vastbesloten te zijn over wat werkelijk is. En dat gaat eigenlijk over de verlichting en de voorafgaande stadia daaraan. Dus in feite zie je dat de dood niet vrezen is ook best wel iets wat we kunnen leren. Klinkt misschien een beetje moeilijk, vrij van begeerte te zijn. Maar wat daarmee wordt bedoeld is natuurlijk een ideaal. En hoe meer we kunnen leren om los te laten in ons leven en erbij stil te staan dat de dingen om ons heen, dat we die in feite alleen in bruikleen hebben, hoe meer we ook minder moeite hebben met vergankelijkheid en dat minder ook gaan ontkennen. Dat wil niet zeggen dat we niet mogen proberen om een beetje jong te blijven en fief en gezond. Dat is allemaal niet verkeerd. Alleen aan de andere kant weten we wel dat we het uiteindelijk niet helemaal onder controle hebben. Je kunt natuurlijk het meest perfecte gezond dieet hebben en altijd naar de fitness gaan en zo. Maar uiteindelijk als je door een ongeluk omkomt, doordat je wordt aangereden of zo, dan is het toch afgelopen. Maar goed, dit is gewoon een voorbeeldje. Dit is een gedicht van de Dhammapada, een boeddhistische boek met korte uitspraken. Dit is niet van de Dhammapada, maar wel genoemd in een andere boeddhistische tekst. De uitgedoste wagens der koningen vervallen. Eveneens gaat dit lichaam het verval tegemoet. Dus met andere woorden, alle dingen in de wereld, zelfs de meest kostbare en dure dingen, zullen op een dag kapot gaan en vergaan. Zelfs ons eigen lichaam. Maar de leer der goeden gaat niet verloren, gaat niet teloor. De goeden geven haar aan elkaar door. En dit is in feite het idee van dat je als het ware de dood niet kunt omzeilen, maar dat je wel je kunt concentreren op die positieve dingen te doen. En die positieve dingen die kunnen jou wel overleven. Die kunnen zeg maar positieve dingen die je uitdraagt aan anderen, de positieve dingen die je hebt geleefd. Ook die dingen kunnen we wel op die manier doorgeven. En dat is in feite ook een manier om naar de vergankelijkheid te kijken. En dan, daarmee komen we ook meteen op het volgende onderwerp. Er is natuurlijk een heleboel, ik heb een heleboel gesproken over hoe belangrijk het is om te gaan met je eigen vergankelijkheid. Maar er is ook een ander onderdeel wat hierbij komt kijken, namelijk dat mensen om ons heen ook op een dag doodgaan. En soms eerder dan wij. En dan, hoe gaan we daarmee om? En daar kom je eigenlijk ook op hetzelfde principe terug van, nou, kunnen we de goede dingen, de goede leer, de goede dingen die we hebben geleefd,
Kunnen we die op een of andere manier uitdragen aan de ander? En hoe doen we dat als iemand is overleden? Dus wanneer we vaak reflecteren over de dood, worden we er minder door geraakt. Dat hadden we net besproken. Maar rouw is natuurlijk net weer wat anders. Hè? Als je kijkt naar de andere mensen om je heen, soms dan, ja, dan verras je dat toch. Als iemand ineens verdwijnt uit je leven. En hoe ga je daar dan mee om? En er is een manier die heel oud is in het boeddhisme om om te gaan met rouw in ons dagelijks leven. Dus naast die reflectie waarover ik eerder sprak, de reflectie van de vergankelijkheid, is er ook een positieve manier om iets te geven aan diegenen die zijn overleden. En dit is een oud gebruik. En dat noemen we wel het delen van goede karma of goede karma. Kamma en karma dat is hetzelfde woord. Dus kamma is het oude Pali, het oude Indiaanse taal die we in het thaisboeddhisme ook gebruiken. En karma is het woord dat we het meest kennen in het Westen en dat komt uit het Sanskriet. Ja, maar goed, het zijn allebei Indiaanse woorden, dus het is niet zo'n verschil. Hier zie je twee plaatjes waarin mensen dus water gieten in een soort van kelk. Of uit een soort van kelk in een soort van beker. Misschien heb je dit ook wel eens gezien in een Thaise of in een Birmeese tempel. Dit is een heel, heel oud gebruik. En er zijn ook andere manieren waarop in andere tradities het wordt verbeeld. Maar het delen van goede karma met onze dierbaren, specifiek met diegenen die zijn overleden, is een gebruik wat je vindt in alle vormen van boeddhisme. In alle traditionele vormen, moet ik zeggen. Dus of je nu naar Japan gaat, China, Zuidoost-Azië, Thailand, Burma, Sri Lanka, al die landen die kennen een traditie van het delen van goede karma met dierbaren die zijn overleden. Ik heb een exemplaar meegenomen van een kelk die wordt gebruikt in het thaisboeddhisme. Je moet altijd soms een beetje illustreren als je les geeft. Hier zie je dus een kelk. Dit wordt gebruikt in het thaisboeddhisme. Dus dit is een soort van kelk kannetje waarmee je dus water giet. Hier zit ook wat water in. En dat giet je dus in een beker. En dat wordt meestal gedaan tijdens de zegening van de monniken. Maar dat is niet altijd nodig. Ik bedoel, je hoeft niet te wachten tot je monniken ontmoet die je een zegening geeft. Het delen van goede karma kun je altijd doen. En je hoeft er in feite ook geen water voor te gieten. Dat is meer een symbool wat je eigenlijk kunt gebruiken om als een manier om je te concentreren, je aandacht te richten op die dierbare die overleden is. Dus ook hier in die foto's zie je dat ook, in het plaatje. Hier zie je dus ook de Boeddha die dan een zegening geeft en dat mensen dus op dat moment een water gieten in een kelk of in een bakje. Dus het idee is hier dat water symbool staat voor de goede karma, goede energie die we hebben gedaan, die voortkomt uit de daden die we hebben gedaan. En dat we eigenlijk die positieve energie delen met onze dierbaren die zijn overleden. Hier wordt het uitgelegd in een oude tekst. Zoals water neergeregend op hoge grond naar beneden stroomt naar het dal, evenzo komt wat hier gegeven wordt ten goede aan de overleden geesten.
Zoals wolken met vol met water de oceaan geheel en al vullen, evenzo komt wat hier gegeven wordt ten goede aan de overleden geesten. Met andere woorden, als je bijvoorbeeld iets geeft of iets anders goeds doet, dan kun je dat delen met diegenen die zijn overleden. En er zit daar een zekere attitude van dankbaarheid achter. Mensen die overleden zijn, die ons dierbaar zijn, waar we heel veel aan te danken hebben. We willen iets terug doen voor hen. Dus de Boeddha die legt dat hier ook uit. Hij gaf aan mij, hij werkte voor mij, zij waren mijn verwanten, vrienden en makkers. Mogen men offergaven geven aan de geesten? Offergaven hier betekent niet dat je nu een geit of een koe gaat offeren of zo. Het is gewoon, het wil gewoon zeggen de dingen die je positief hebt gedaan in je leven geven of delen met je dierbaren. Wat zij vroeger hebben gedaan, indachtig. Dus je denkt aan de positieve dingen die je hebt, de dingen die je hebt gekregen van iemand of de. He, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld aan je ouders denkt, dan kun je denken hoe je ouders voor je hebben gezorgd, hoe je ze hebben geïnspireerd en zo. En hoe je, ja, hoe je iets voor hen terug kunt doen door goede karma aan hen over te dragen. Want nog wenen, nog rouwen, nog enig ander weeklagen, dat baat de geesten niet wie je verwanten het daarbij laten. Maar deze overgave gegeven en goed besteed aan de Sangha komt hun onmiddellijk en voor lange tijd ten goede. Dus dit is in feite, in deze alinea zegt, in dit gedicht in feite, staat dus ook dat je kunt ook de goede dingen die je doet in de tempel, in de boeddhistische tempel, delen met je dierbaren. En dat is beter dan dat je. In het oude India was het gebruikelijk dat mensen. Wanneer er iemand was overleden, dat er dan iemand moest schreeuwen en dat je je rouw moest tonen. En als je je rouw niet toonde, dan werd je gezien als ondankbaar en als niet werkelijk positief of respectvol naar je ouders of mensen die waren overleden. Dus de Boeddha die gaat hier in feite tegen die traditie in en zegt dat de beste vorm van rouw is om iets positiefs te doen voor diegenen die zijn overleden door de goede karma met hen te delen. En dat geeft het ook wel iets universeels. Dus ik ga zo direct uitleggen wat het idee daarachter is van het delen van goede karma. Maar zelfs als je daar niet in gelooft, hè, je weet niet zo goed wat is karma, daar heb je misschien niet zo heel veel mee. Dan nog is het gewoon een hele positieve attitude om om rouw te zien als een vorm van geven. Dus dat je in feite, in plaats van dat je je verdriet, dat je daarmee geen weg weet, dat je in feite een vorm van geven hebt aan diegene die je toch niet meer kan terughalen. Dus dat is in feite de positieve attitude die er sowieso achter zit, achter dit gebruik. Dus hier in de tempel, hier komen ook heel vaak mensen, elke ochtend in feite, komen de mensen die eten geven aan de monniken. En dan dus ook door middel van zo'n kelk, wat ik net liet zien, de positieve energie delen met hun dierbaren. We hebben ook elke derde zondag van de maand. Deze maand is het de vierde zondag, de 22e. En dan hebben we dus ook wacht even, nu zeg ik het verkeerd. Is het de vierde zondag, de 22e? Dus moet ik zo nog even controleren. Maar hoe het ook zij, de 22e hebben we dus hier dus ook onze maandelijkse ceremonie waarbij er dus ook portretten neer van dierbaren die zijn overleden. En daarmee delen we dus ook de goede karma die we die dag doen. Dus dan heb je echt een dag ervoor uitgetrokken of een ochtend. Maar zelfs als je niet een ceremonie hebt of zo, dan kun je ook thuis
je goede karma, je goede daden die je hebt gedaan, alle positieve dingen die je hebt gedaan in je leven, delen met je dierbaren. Nu, het hele idee van goede karma, wat zit daar nou achter? Nou, goede karma, zoals we dat kennen in het boeddhisme, is alles wat je doet. Karma betekent ook letterlijk wat je doet, handelen. En het idee achter goede karma is dat het telkens een vorm van energie. Dat er telkens een vorm van energie vrijkomt wanneer je iets goeds doet. Dus als we bijvoorbeeld, iets inspirerends tegen iemand zeggen, dan is dat ook een goede karma en ontstaat er een positieve energie in onszelf. Of als we iets, een geschenk geven aan onze ouders, met een gevoel van dankbaarheid of met een gevoel van respect of misschien sympathie of gewoon vriendelijkheid, dan is dat dus ook een goede karma en in die zin ontstaat er dus ook een energie zodra we dat doen. Die energie, dat noemen we ook wel in het oude Indiase Pali, noemen we dat punya. En in het Thais noemen ze dat boon. In België hebben we wel eens, in de tempel in België hebben we wel eens een dag van boon gehouden. Een dag van boon, dus een dag van goede daden doen samen de tempel, voor de tempel zorg dragen. Maar uiteindelijk hebben we het veranderd, omdat de dag van boon ging ook heel vaak over schoonmaken. En mensen die begonnen op een gegeven moment te denken dat het woord boon, dat het betekende dat je moest gaan boenen of zo. Dus ik weet niet hoe Ruben het tegenwoordig noemt, maar de dag van boon, dat werkte niet echt. Punya of boon is dus een vorm van energie. En telkens als we iets goeds doen, dan komt die vorm van energie vrij. Net als elektriciteit of brandstof, maar binnen in jezelf. En dat ontstaat zodra we een goede daad opzettelijk doen. Aan de andere kant heb je dus ook een andere negatieve energie, die noemen we apunya of papa. En dat vergaart dus ook zich in de geest wanneer we iets negatiefs doen. Punya wordt dus door de Boeddha heel vaak vergeleken met water. Zoals ik al net zei, is het gebruikelijk om water te gieten wanneer je karma deelt met je goede met je dierbaren die zijn overleden. Maar er zijn ook een heleboel andere aspecten waarin punya vergelijkbaar is met water. De Boeddha vergelijkt punya met water in die zin dat het vergaard kan worden. Telkens als je iets positiefs doet in je dagelijks leven, dan lijkt het soms alsof een kleine daad niet zoveel betekent. Zeg dat je een bedelaar op straat tegenkomt en je geeft die bedelaar een broodje of zo, dan lijkt het, dat is iets heel simpels en misschien waardeert niemand dit, misschien ziet niemand het zelfs, behalve dan die bedelaar natuurlijk. Maar elk van die daden, die vergaar je in jezelf, die hopen zich op. En uiteindelijk wordt het karakter, wordt het steeds sterker in jezelf en trekt het positieve dingen aan. Maar het is wel moeilijk te meten. Net zoals dat je water, dit is misschien tegenwoordig wat makkelijker om water te meten. Maar niettemin is het heel lastig om te zeggen hoeveel druppels of hoeveel moleculen van water er in een bepaalde plas zitten of in een bepaald meer. In die zin is goedheid dus ook moeilijk te meten. Dus in feite, wanneer we iets positiefs doen, iets goeds doen, dan is er een enorme energie die ontstaat die heel moeilijk te meten is. Het kan zich ver verplaatsen. Water kan vanuit hier, de Rijn in Nederland, kan dit helemaal naar de Atlantische Oceaan en dan helemaal naar andere continenten gaan. Zo kan één druppel water zich helemaal vanuit Nederland naar de andere kant van de wereld verplaatsen. Maar
De goede daden die we doen, creëren dus die energie, die punya, en die kunnen we dus ook delen met iemand die niet meer bij ons is. Dus het idee is dus ook dat werkelijk delen van goede karma ook werkelijk de ander kan helpen. Dus zelfs als we niet echt een duidelijk idee hebben over het hiernamaals, van wat is er na de dood, weten we niet, dan nog het idee dat erachter zit is dat we, ja, waar die persoon dan is, waar die ook mag zijn, dat we die goedheid kunnen delen met hem of haar, en dat die dat kan ontvangen. In die zin kan de goede energie van punya kan zich dus heel ver verplaatsen. En de tegenhanger van punya, apunya, kan erdoor verwaterd worden. Met andere woorden, als we in ons leven heel veel dingen hebben gedaan waarvan we spijt hebben, dan moeten we niet meteen bij de pakken gaan neerzetten, maar dan kunnen we in feite ook positieve dingen gaan doen. En op die manier, als het ware, geleidelijk die negatieve energie in ons leven minder een plaats geven. Je kunt natuurlijk nooit de dingen die je hebt gedaan de wereld uithelpen. Zelfs als je je excuses aanbiedt aan diegene die je ooit leed hebt berokkend of die je ooit hebt doen lijden, dan is het nog heel moeilijk om de dingen die je hebt gedaan, gezegd, om die terug te draaien. Dat kan je in feite niet doen. Maar doordat we goede daden doen, kunnen we wel weer een positieve draai geven aan ons leven. En de Boeddha die vergeleek het wel met dat je een beetje zout, wat we in de recepten soms lezen, weet je wel, een mespuntje van zout. Een beetje zout doen we in een glas water, dan is dat water heel zout. Maar als we hetzelfde zout in een rivier doen, en we drinken het water van de rivier, dan proeven we het zout helemaal niet meer. Met andere woorden, wanneer we veel goede dingen in ons leven doen, dan hebben de negatieve dingen die we ooit hebben gedaan, die hebben ook minder vat op je. En in die zin kan iedereen in feite, ondanks wat je achtergrond ook mag zijn, of wat je in het verleden voor vergissing hebt gemaakt, kun je altijd opnieuw beginnen. Dat is ook een heel belangrijk uitgangspunt van punya, of de goede energie van goede karma. En tenslotte, net zoals iedereen wel een warme douche kan waarderen en de reinigende kracht van water kan waarderen, zo ook heeft punya dus een hele positieve invloed op ons. En zowel lichamelijk als geestelijk is het heel weldadig voor ons om goed te doen. Het is interessant dat in de wetenschap in feite ook wel een beetje ook wat dingen over zijn ontdekt. We hebben bijvoorbeeld ongeveer de 90e jaar of zo is er in de positieve psychologie, dat is een hele tak ontstaan van psychologie die dus positieve kwaliteiten van dankbaarheid en andere positieve kwaliteiten onderzoekt. Dat is een beetje een reactie op de klinische kant van de psychologie, dat we alleen maar naar de negatieve kanten van de mens kijken. Dat is ongeveer sinds de 90 jaren of ietsje later nog gegroeid. En je ziet dus ook wel soms op van die zelfhelpboeken of zelfhelpwebsites staan van noteer elke dag iets waar je dankbaar voor bent. En dat is niet alleen maar een soort van loze kreet van een zelfhelpgoeroe, maar dat is ook werkelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daar hebben dus echt mensen onderzoek naar gedaan, dat als je dus kijkt naar de positieve kanten in je leven, dat je dan daardoor ook gezonder wordt. Met andere woorden, ons denken creëert ook punya, creëert ook goede karma. En ook dat, die goede karma trekt weer goede dingen aan in ons leven. Zo zouden we in boeddhisme naar kijken. Alle goede dingen die we doen, trekken dus ook weer iets positiefs aan. Dus een soort van wetmatigheid.
Nou, om mee af te sluiten. Oh. Om mee af te sluiten wilde ik nog zeggen dat er is ook een gebruik in het boeddhisme wanneer we iemand anders goed zien doen, dat we dan zeggen satu. Satu, of wanneer bijvoorbeeld monniken een zegening geven, dan zeggen mensen ook satu. Of wanneer ze een lezing hebben gegeven, of wanneer iemand gewoon in het algemeen iets goeds doet, dan kunnen we dus zeggen satu. Ik zal dat even tikken. Dus dit is het woord, die A met een streepje erboven is dus een lange A. Satu betekent dus in feite, ik accepteer het, ik vind het mooi. En dat is een woord dat ook in heel veel boeddhistische landen wordt gebruikt, vooral in Zuid- en Zuidoost-Azië. Dus satu is iets wat je heel veel hoort in boeddhistische tempels en soms wordt het wel vergeleken met amen. Maar ja, ik weet niet, ik heb daar niet genoeg verstand van om te zeggen of het nu hetzelfde is of niet. Maar satu is in ieder geval een woord dat betekent ik accepteer het, ik vind het mooi. Ook wanneer je als monnik iets ontvangt van iemand, dan zeg je ook vaak satu. Dus dat wilde ik ook nog eventjes zeggen. Ik probeer ook telkens wanneer ik een lezing geef, iets met betrekking tot de rituelen en de gebruiken van Thais boeddhisme te vertellen. Omdat, ja, dat zijn de dingen die je hier tegenkomt als je hier in de tempels komt of als je naar bijvoorbeeld de tempel in Hilversum gaat, de Sri Lankese tempel of de Burmese tempel in Amsterdam. Dus daar vind je diezelfde soort gebruiken weer terug. Dus dan is het goed om die dingen te weten als je daar naartoe wilt gaan of als je daar iets over wil weten. En ja, dit was de lezing die ik vandaag wilde geven. En het idee is dus in feite dat we beter om kunnen gaan met de dood in ons eigen geval. En ook het geval van anderen, door dus erop te reflecteren en ook door positieve kijk erop te ontwikkelen. En we kunnen dus ook de goede daden die we hebben gedaan delen met onze dierbaren die zijn overleden. Zijn hier nog vragen over? Zijn er mensen die hier nog iets over willen vragen?